Ah, ja. Wat is dat allemaal? Wat ligt er daar allemaal op mijn hoofd? Met z'n drieën daar binnen de eerste vijf. De tonen weerbaarheid. Ja, en gaat dat hier stroppen. Senechal gaat als laatste opdraaien vanuit stilstand. Pogacar zit daar gewoon in het volg, aan die volgwagen. Wat doet die daar nog? Ja, je ziet hoe rap het gaat. Hè? Wat doet die daar nog? Pidcock voor Van Aert. Van Aert moet daar nu proberen voorbij te geraken. Ah, zo kan het ook. Laporte die naar Pogacar gaat proberen. Dat is wel een slimme zet. Met zijn tweetjes proberen en de rest dan voor schut zetten. Ja, en of dan? Of in het defensief dringen. Mathieu heeft zich laten verrassen, Renaat. Ja, Pogacar heeft een klein beetje gewacht. Met Laporte hebben hier Van Aert nog. De bult van Melden komt eraan, dames en heren. In de achtervolgende groep. Over een minuut 25 zijn ze daar. Ja. Van Aert die over Van der Poel gaat. Ja. We gaan nog eens naar Renaat. Ja, versnelling Van der Poel op de Kruisberg. Van der Poel ontbindt. En Tadej en Wout van Aert die een paar lengtes moet laten. En Van Hooijdonk gaat wachten. Van Hooijdonk wacht. Is niet zo ver achter, Jim. Nee. Hij blijft altijd knokken. Onverzettelijk. Het is toch onvoorstelbaar dat die kerel dat aan kan, hoor. Die manier, ja. Je weet het en het gebeurt. Oh, en daar gaat een tafeltje de grond in. In het slijk. De hamburgers gaan mee, maar Pogacar is op weg naar Pedersen. En Van der Poel plooit niet, kraakt niet. Nee. Maar je gaat toch een ferme versnelling moeten komen. Wat een kampioen. Absoluut, een grote kampioen. En komt ook in het pantheon van de grote kampioenen. Tadej Pogacar rijdt solo over de streep van...